zo wachten. Maar jij bent plotseling andere gedachten. Ken mij begeest in jou, mijn Marjolein. Het valt niet mee om weer alleen te zijn. En toen wist u natuurlijk ook direct over wie ik het had. Joop de Knecht, het idool van jaren 50, met Ik sta op wacht. U hebt allemaal wel een beetje zitten spieken daar op de tribune in de tekst. Maar de melodie zat er nog geweldig in, zag ik. Het was een voltreffer van een hit, maar dat was niet zijn eerste hit. Want de grote roem die kwam, ik denk in 1952, Joop, hè? Ja, 52 heb ik Hainoen gemaakt, hè? Ja. Dus heel andere Engelse teksten. De grote song uit de film High Noon met Gary Cooper en toen nog Grace Kelly, zoals je allemaal nog weet. Ja. En daar was opeens de korporaal van de luchtmacht een groot vedet geworden. Ja. De zingende LSK-korporaal, hè? Ja, zo werd ik genoemd. Dus tenminste op het paterlabel stond dan gewoon de LSK-korporaal Joop de Knecht. Ja. 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 Ze zeiden ook wel, dit is de enige korporaal met de maarschalks stem in de ransel. Ja, inderdaad. Ja, ze ben ik aangekomen. Heb je jezelf gezien daarachter? Ja, mooie beelden, mooie beelden. Ja, het zijn 52, hè? 253. Ja, dat is bijna 30 jaar geleden, hè? Hoe is het mogelijk, hè?